En jullie mogen rustig aan gaan zitten wel, voordat ik eeuwig blijf praten en jullie nog steeds staan. Thanks. Ik vind het zo lekker dat ik jullie allemaal niet zie. Dat voelt toch een beetje... als ik gewoon voor een klein clubje sta te praten. Fijn. Oh, ik vroeg de Heer, Heer, hoe komt er vanavond een veilige setting in deze ruimte? Want normaal zijn we met vrouwen en niet dat mannen nu per se zo spannend of eng zijn. Of dat dat heel veel verandert. En eigenlijk ook weer wel. Niet beledigend bedoeld, maar... zeg ik dit weer niet goed? Ik hoor ze hiervoor lachen. Nee, ik vroeg hem, Heer, hoe creëren we zo'nzelfde veilige setting? En toen begon de Heer tot mijn hart te spreken. En wie weet dat de Heer, als je een volgeling van hem bent, dat je zijn stem kan verstaan. Het staat in Johannes. En hij begon te spreken tot mijn hart en hij zei, jullie kwetsbaarheid van wat ik met mijn man mag gaan brengen, zal ervoor zorgen dat mensen dingen aan het licht gaan brengen. Dat ze willen omkeren en een wilsbesluit maken. Het zorgt ervoor dat hoop ontstaat en genade door de zaal zal gaan bewegen. Wat Satan niet wist, is dat de gunst op jullie verhaal zou liggen. Hij wist niet dat jullie er sterker uit zouden komen en jullie dit nu over anderen kunnen vrijzetten. Halleluja. Hij sprak, spreek, vrijheid en herstel is hier. Hij zei, spreek, dat geborgenheid bij mij de Vader te vinden is. Hij zei, spreek, dat klein denken afgebroken gaat worden. En hij sprak en hij zei, spreek over beschikbaarheid. En hij zei, spreek over trouw tot in eeuwigheid. En hij zei, dat ben ik. Ik ben een houvast die niemand kan afgeven, die niemand kan afnemen. Geef je aan mij over. En daar wil ik jullie vanavond zo toe aanmoedigen. Geef je aan hem over. Deel vanavond nog met wat je moet dealen. Breng dingen aan het licht. Kies ervoor voor die volgende stap. Kies ervoor om in je roeping te staan. Maar blijf niet langer op de plek waar je nu staat. Sta niet stil. Het is tijd om ons rotzooi op te gaan ruimen. En Arnett en ik wil straks mijn man gaan aankondigen, maar wij gaan ons kwetsbaar opstellen vanavond. Doodseng, hartstikke spannend. Maar het zal vrijheid brengen voor anderen. En ik vertrouw daarop. Ik vertrouw daarop. Arnoud, ik ga je gewoon uit voren halen. Hoe ga ik jou nou aankondigen? Ja. Arnoud Troost, mijn man. We zijn bijna 9 jaar getrouwd. We hebben 3 kinderen. Yes. Ja. Ja. We hebben het tot hier overleefd. Maar goed dat zij dat zegt van die 9 jaar, want dat had ik niet geweten. Ik moest ook even kijken. We zijn er allebei niet zo heel goed in. En op de dag van onze huwelijksdag, dan zitten we... Oh ja. Misschien moeten we iets leuks doen. Ja. Maar je kunt hem en ons kennen, ook van House of Miracles. Hier zitten ook Anne en Rick, waarmee we dit samen mogen leiden voor Nederland huisgroepen door heel het land heen. Waarin we trainingen geven en thuis samenkomsten hebben eigenlijk. En ik kom er vanavond achter dat hij engelen kan zien. Wist dat niet? Maar ik ga jou het podium geven. Jij mag het verhaal aftrappen. En succes. Dankjewel. All right. Ik de hele avond op verheugd dat mijn vrouw mij zou introduceren. Ik denk, ik was gewoon zo benieuwd. Wat gaat ze zeggen? Wat, weet je wel? Ik dacht van, als het echt goed is, dan ga ik gewoon vragen of dat gewoon elke ochtend doet. Weet je wel? Als ze 's morgens klaar staat. Vonden jullie het oké? Was het, ja? Ja. Nee, mooi. Het is inderdaad wel wat. Ik hou eigenlijk heel erg van het woord. Dus ik ben normaal gesproken, ik duik gelijk de Bijbel in. Ik begin gelijk te prediken. En nu moet ik met de billen bloot vanavond. Voor ons leventje, maar eerlijk is eerlijk, ons leven is echt glorie aan God. Het is echt glorie aan God. Hij heeft het echt omgekeerd. En terwijl echt wij de andere kant op gingen, of vooral ik, toen heeft hij mij echt stopgezet.
Hij heeft mij omgedraaid, hij heeft me omgekeerd richting hem. En hier sta ik, amen. Dus het is echt een mooi getuigenis. En dat getuigenis zal volgen, maar ik werd even geraakt door wat Steven net zei tijdens de aanbidding. Hij sprak over perspectief. En ik moest er zo aan denken, want wij waren net, waren nog heel even het hotel. En we, zoals elke spreker doet, waren weer in de Bijbel en aanbidden. Nee, ik lag te slapen. Maar het was wel zo, ik lag lekker, hoofdje op een kussen. En toen begon de Heilige Geest begon te spreken tot mij. En hij sprak eigenlijk dat nummer, When I Walk Into The Room, Everything Changes. En ik moest er zo aan denken dat als hij de kamer binnenkomt, dat alles verandert. En dat is ook mijn getuigenis. En daar zal ik... Yo, hallo. En, ik zie niet alleen engelen, ik hoor ze ook. Ik weet niet of ik er alleen ben. Maar het perspectief, waar was ik gebleven? Als hij de kamer binnenkomt, dan verandert het. En dat is uiteindelijk wat ik heb meegemaakt. Dat is even spoiler alert. Maar op het moment dat hij binnenkomt, dan verandert er iets. Amen. En daar staat in het woord van God, waar twee of drie in mijn naam vergaderen, daar ben ik in het midden. Dus hij is hier nu. Maar wat doen wij daar dan mee? Want als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de bloedvloeiende vrouw, die was degene die aanspraak maakte op de kracht van God. Amen. En zo kunnen wij ook nu aanspraak maken op de kracht van God. Want er is kracht vanavond om iets door te breken. Er is kracht vanavond om iets te transformeren. En ik geloof dat hier specifiek kracht is om herstel te brengen voor families, voor gezinnen, voor relaties, voor huwelijken. En nog veel meer dan dat. Ook voor jouw gebroken leven. En vanavond zal God hier aanwezig zijn. Hij is hier aanwezig om jou te bekrachtigen en aan te raken. Amen. En hij begon te spreken over... God de Vader is eigenlijk gelijk aan twee... Of die vergelijkt zich in het woord van God met twee dieren. Enerzijds met een leeuw. En anderzijds met een adelaar. En als we gaan kijken naar een adelaar, is dat een opmerkelijk dier. Op het moment dat er bijvoorbeeld een storm opkomt, wat een adelaar doet, alle andere vogels die vluchten, maar een adelaar, als hij een storm ervaart, hij ziet een storm aankomen, dan draait hij zich om richting de storm. En in het Engels zeggen ze mooi, he faces it head on. Hij gaat er gewoon recht op af. En op het moment dat hij in de storm terechtkomt, wat hij dan doet, is dat hij daar ten eerste verblijft hij daar een korte periode en dan slaat hij zijn vleugels uit en wordt hij door de wind, wordt hij om ver boven de storm uitgeblazen. En zweeft hij als een adelaar, ja, dat is het, zweeft hij ver boven de storm. En dat is dus het moment wat wij ook moeten pakken vanavond. Want ik geloof dat de Heilige Geest vanavond zal gaan waaien met zijn wind, met zijn kracht. En op het moment dat wij hier zijn en ervaren de wind van de Heilige Geest, dat wij onze situatie onder ogen durven te komen vanavond, want dat is het. Want er zijn hier mensen vanavond zijn gekomen met een gebroken relatie, met een gebroken huwelijk, met een kapotte thuissituatie, met verborgen zonden, met weet ik wat je meemaakt, wat voor ellende en troep. Ik heb er zelf ook allemaal in gezeten. Maar ik weet dat op het moment dat wij niet onze situatie recht aan kunnen kijken, zal er niet zoveel veranderen. Wij moeten omdraaien richting die storm en wij moeten in die storm moeten wij onze vleugels uitslaan en dan zal de Heilige Geest al de leven inblazen, amen. En zoals zo mooi staat in Ezechiël, dat God die blaast in die gedoden en ze komen tot leven. En ze komen tot leven en het zal zijn een zeer, zeer groot leger. En zo geloof ik dat hier vanavond mensen hersteld gaan worden, op hun positie gaan worden gezet en ze zullen weer in kracht op gaan staan. En het zal een zeer groot leger worden voor de Heer. Wie gelooft dat met mij? Amen. All right. Ik ga toch beginnen met een Bijbeltekst. Ik kan het niet laten. Laten we heel even naar Hebreeën 12 gaan. En dan ga ik echt mijn getuigenis delen, lieve mensen. Ik ben gewoon aan het uitstellen. Dan hoef ik het misschien niet te doen. Misschien zegt mijn vrouw van, ah, laat maar joh, dat duurt te lang. Dat doet ze thuis ook altijd. Ik ben er nog niet aan het opruimen. Nou, laat maar joh, dan doe ik het wel. Nee. Dat is eigenlijk nooit zo. Ik krijg gewoon een schop onder mijn kont. Terecht. Amen. Oké. Hebreeën 12, vers 1. Daar staat wel nu. Laten ook wij... Ik heb een haartje in mijn mond. Halleluja. Wel nu dan. Laten ook wij... Nu wij een haar in ons mond hebben. Nee, laten ook wij... Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last van de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen
en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let dan toch scherp op hem. En ik denk dat dat vanavond ons focuspunt is. Dat vanavond is onze positionering. Dat is vanavond waar we naar kijken. We kijken naar Jezus Christus. En misschien ben je hier gekomen en heb je zoiets van, nou, mijn situatie, ik geloof het allemaal wel. Ik zie er zelf niks meer in. Ik heb er eigenlijk geen hoop meer voor. Ik zie er eigenlijk geen redding meer voor. Maar bij God is alle dingen mogelijk, amen. Is er iets te moeilijk voor onze Heer? Is er iets te zwaar voor onze God? Hij kan alle dingen in 1 seconde omdraaien. En ik zal je mijn getuigenis delen en daar gebeurt dat ook in. Maar je ziet het constant, zie je het in het woord van God. Dat God de meest onmogelijke situaties omdraait en mogelijk maakt. En zo is het ook voor jouw situatie vanavond. Dat je kijkt naar je eigen situatie en als je ernaar kijkt, zeg je van, nou, er zit niet veel leven meer in. Dit is hopeloos. Maar ik geloof dus dat er vanavond de wind van de geest komt en die gaat nieuw leven blazen in jouw situatie. Die gaat nieuw leven blazen in jouw huwelijk. Die gaat nieuw leven blazen in een situatie waar je eigenlijk al zo lang mee worstelt. En ik geloof dat ketenen zullen afvallen. Dat mensen vrij zullen komen van zonde en van gebondenheid. En dat er nieuw leven komt vanavond in de zaal. Amen. Halleluja. Alright. Mijn naam is dus Arno Troost. En ik ben getrouwd in Deborah. Dat had je misschien nog niet in de gaten. 3 kids. En we wonen in Bodegraven. Maar ik ben opgegroeid in Wieringenwerf. Kennen mensen Wieringenwerf? Vast wel. Hè? Zijn er een beetje Noord-Hollanders in de zaal? Ja, Noordkop. Ja, zijn jullie heel agrarie naartoe gekomen? Goed en Wout, hoor je dat? Nog een beetje west vandaag. Nee, oké. Dus ik heb daar 16 jaar ben ik daar opgegroeid. En ik ging altijd naar de gereformeerde gemeente in Opperdoes. Een heel klein kerkie. Bestond eigenlijk uit gewoon een aantal gezinnen. Het waren vaak wat grotere gezinnen natuurlijk. Dus had je de kerk vol. En dat was onze kerk. Maar een van de kerkgangers, daar heb ik eigenlijk even bij stilstaan ook. Want als we ook gaan praten over die wolk van getuigen, over die mensen die ons aan het aanmoedigen zijn, die geloofshelden. Voor mij, iemand, mijn geloofsheld was mijn opa. En ik kan veel mensen kan ik uitlichten in mijn wandel met God die veel voor mij betekend hebben. Maar mijn opa ook zeker. En mijn opa was echt een man van de Heer. Hij zat in een gereformeerde gemeente, maar hij was een vervuld christen. Vervuld met de Heilige Geest. En hij heeft een aantal keren heeft hij op sterven gelegen. En 2 keer, toen hij eigenlijk voor de poorten van de dood stond, kwam Jezus Christus zelf, kwam in zijn kamer en raakte hem aan. En hij had letterlijk de afdruk van de hand van Christus op zijn borst staan. Die hem aanraakte en die hem dus nieuw leven gaf. En het moment dat hij nieuw leven kreeg, werd hij dus ook gezond gemaakt. En het was zo'n bijzondere man. Hij had ook. Zijn er niet meer mensen die uit de gereformeerde gemeente gekomen vandaag? Ja, oké. Dat zijn er nogal wat. Nu nog of vroeger? Vroeger, maar heel snel gezegd. Nou, nu nog mag natuurlijk ook. Maar dat hoor je niet zo vaak, dat die dan hier naartoe gaan. Maar wat er gebeurde met hem, was dat hij heel vaak kwam bij de gereformeerde gemeente. Wat natuurlijk heel belangrijk was het avondmaal. En als het avondmaal kwam, dan was het natuurlijk de uitnodiging. En dan werd er vaak gezegd van, is er dan nog iemand? Is er dan nog iemand die aan wil gaan? Is er nog iemand die maaltijd met de Heer wil houden? En het was een oproep die klonk. En we wisten eigenlijk allemaal van, ja, hij gaat vanzelf wel een keer aan. Want dat deed hij wel. Maar hij wachtte niet op de oproep van mensen, hij wachtte op de oproep van de Heer. Hij zegt, hij zal tellen, Arnoud, ik wacht tot ik de Heer Jezus zelf zie staan. Of dat ik de stem van de Heer Jezus zelf hoor. Die klinkt en die dan zegt, kom maaltijd met me houden. En dan kwam hij. En heel vaak zat hij in het avondmaal. En was hij aan het avondmaal. En was hij, dan dronk hij en dan at hij het brood. En dan werd hij gewoon dronken van de liefde van Christus. Hij werd gewoon dronken van de liefde van God. En dan moesten ze hem soms zo erg was het soms dat ze hem terug naar zijn plek moesten brengen. Omdat hij er zelf niet meer kon komen. En die man, ik weet dat hij heel ontzettend voor mij gebeden heeft. Dus dat ik hier sta, is een vrucht van hem. Dat ik hier nu sta, is 100% een vrucht van hem. En waar ik mensen mee wil bemoedigen vandaag, is mensen die aan het bidden zijn voor anderen. Mensen die in de bres gaan staan voor anderen. Maar ook de generaties die ons voor zijn gegaan. Die voor ons hebben gebeden. Waar wij nu weer op hun schouders kunnen staan. Het is zo belangrijk dat we dat erkennen en dat we dat zien. Want door het gebed van hun zijn wij waar we zijn. Amen. En ik geloof dat het belangrijk is en bemoedigend is voor velen. Die zeggen van oké, ik heb een zoon of een dochter. Of ik ben aan het bidden voor een familielid. Maar ik zie nog niet die verandering. Ik zie nog niet die ommekeer. Maar ik zou zeggen, zoals we net lazen in Hebreeën 12. Wees volhardend in gebed. Wees volhardend in geloof en hou je ogen vooral gericht op de volleindsman van jouw geloof. Jezus Christus. Want hij zal het volbrengen voor jou. En ik geloof dat hier een sleutel in ligt. Want als wij volhardend zijn, dat Jezus Christus het tot stand kan brengen in ons leven. Amen. Dus laten we die generaties ook eren. Oké. Goed, ik zat dus in de gereformeerde gemeente. Daar wordt dus heel veel ook voorgelezen, de wet. En alles wat ik daar hoorde, was natuurlijk heel veel dingen die ik ook niet mocht doen.
En ik was wel een jongen die hield van het leven. Dus ik dacht van, hé, allemaal interessante dingen die ik niet mag. Toen dacht ik van, nou, dat vind ik juist leuk om even te kijken wat het dan allemaal is. Dus ik was een beetje een rebel. Maar ik was wel heel sneaky. Dus ik deed altijd wel een beetje, ik had wel goede excuses. Mijn moeder had niet zoveel in de gaten. Maar ik ging van lieverlee ging ik steeds meer drinken. Van lieverlee ging ik drugs gebruiken. Nou goed, mijn ouders hadden niet superveel in de gaten. We verhuisden dan, uiteindelijk verhuisden we naar Bodegraven. En ik ging op kamers in Leiden. Nou, het kamertje waar ik in Leiden zat, dat werd al gauw het drugshuis genoemd. Dus we kwamen dan samen met een grote groep en dan gingen we drugs gebruiken. En dan gingen we cocaïne kopen en we gingen ecstasy kopen, dat soort dingen allemaal. En dan gingen we dat daar gebruiken. En dat vonden we dan een relaxte plek. En mijn ouders dachten dat ik, in Den Haag een school aan het volgen was. Mijn hoogste cijfer was volgens mij een 4,5. Dus ik deed het niet echt voor de resultaten. Ik deed het ook niet echt voor de opleiding. Ik deed het vooral om uit huis te zijn, zodat ik kon doen wat ik deed. En het was een moment dat ik daar was met... Het was in de ochtend en die vriend van mij met wie ik daar op kamer zat, die zei tegen mij, hey Arnoud, ik ga dit weekend naar een christelijke conferentie van Hardcry. Dat is dan wat behoudener. Hij ging daar naartoe. En ik begin te preken tegen die man. Maar niet het goede nieuws, het slechte nieuws. Ik dacht van, hij moet wel bij mij blijven, weet je wel. Want zometeen zit ik alleen drugs te gebruiken, daar is niks aan. Dus ik wilde wel dat hij bij mij bleef. Dus ik begin te preken tegen hem van, joh, doe dat nou niet, weet je wel. Tot geloof komen is voor oude mensen. En je kan beter gewoon bij mij blijven, een beetje drugs gebruiken. Nou, hij had zoiets van, niet heel best verhaal, vriend, ik ga toch. En hij ging. Nou goed, je raadt al, hij kwam terug. En hij was blij, jongen. Maar niet van de drugs. Ik zeg, wat is er gebeurd? Hij zegt, ja, ik heb Jezus gevonden. Ik zeg, nee, man, weet je niet. Nou, ik was er ziek van. Ik letterlijk, hè, ben naar mijn kamer gegaan. Ik dacht, joh, kijk het maar met je Jezus en dat soort dingen. Dus ik, nou, dat ik een tijdje mezelf zielig heb gevonden, sleep ik mezelf uit die kamer. En denk van, oké, ik zal toch even horen wat het dan is met die Jezus. En hij begint te praten over Jezus, maar mooi jongen, hij was verliefd. En hij praatte erover ook alsof dat hij verliefd was. En ik dacht wel, toen hij daar tegen me aan praatte, dacht ik van, wauw, weet je wel, hij hebt wel echt iets wat ik niet heb. En het klinkt ook nog goed. Dus ik dacht, nou... Ik zeg tegen hem, wacht even, ik ga even naar mijn kamertje. Dus ik naar mijn kamertje, deur op slot. En ik zei tegen de Heer, ik weet het goed gemaakt. We doen het zo. We doen gewoon en de drugs en u. Beste van twee werelden. God was er mee eens hoor. Die dacht, joh, dat regelen we wel. Dat komt helemaal in orde met jou. Dus ik wil mijn gebed uitspreken. Ik weet het nog, het was avond en ik keek naar buiten. Het was volle maan, ik weet het nog goed. En ik keek zo en ik begin te zeggen. En wat er uit mijn mond rolt is... Heer Jezus Christus, wilt u Heer van mijn leven worden? En op dat moment kwam die in mijn hart. En veranderde die mijn hart. En een week later, mijn beste vriend Wout, die nodigde me uit voor een kerkdienst in Noord-Holland. Dat is altijd goed als dat gebeurt. Dus ik die kant op. Ik dacht van, nou, dan moeten we het allemaal maar meemaken met die charismatische gasten. Dus ik die kant op en zijn broer sprak. En die deed een uitnodiging tijdens de dienst om naar voren te komen voor de vervulling van de Heilige Geest. Ik dacht, dat ga ik mooi niet doen. Ik ga echt niet naar voren, ik ben niet gek. Dus na de dienst komt hij naar mij toe en zegt, joh, moest jij niet naar voren komen? Ik zeg, ja, dat moest ik wel. Hij zegt, nou ja, zullen we dan nu bidden? Ik zeg, ja, dat kan. Je kan nu voor me bidden. Dus hij wil me bidden. Ik ervoer niks op dat moment zelf. Maar toen ik terugkwam in mijn kamer, in mijn studentenkamertje, mijn ex-drugshok. Ik ging bidden en de Heilige Geest overrompelde me gewoon. Die overweldigde me gewoon met zijn liefde. En ik weet nog wel goed dat ik gewoon niet, ik kon niet eens blijven staan. De kracht van God was zo overweldigend, was zo sterk aanwezig in mijn kamer. En ik ervoer hem zo sterk. En de liefde van God doordrong me gewoon. En het was zo'n heerlijk moment. En ik weet nog wel dat ik naar hem toe liep en dat ik zei van, man, ik weet niet wat er gebeurt. Ik ben gewoon aan het bidden en ik weet niet wat er gebeurt. Ik zeg dit en dat, zo en zo, dit gevoel ik. Hij zegt, gast, heb je weer drugs gebruikt? Ik zeg, nee. Gewoon bidden. Hij zegt, nou, als je gewoon aan het bidden bent, zal het wel goed zijn. Ik zeg, amen, broeder. Oké, dan ging ik weer deur dicht en ik sloot mezelf op. En dat was een heerlijke periode. Nou goed, dat was toen. En ik heb op bijbelschool gedaan in Australië. En ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt. Heel diepe momenten met God meegemaakt. Maar ik had ook wel, eerlijk, had ik ook wel een beetje een up-and-down leven. Het was niet super steady. En wat er toen gebeurde was, en nou gaan we naar het getuigenis waar ik naartoe wil. Ik moet echt misschien mijn aantekeningen nog hierbij pakken in het leven. Lekker aan het kletsen eigenlijk. Omdat ik niet iets oversla. Halleluja. Ja. Nou, ik ga best goed.
Ik heb niks gemist. Wat mij vroeger niet gebeurd hoor, bij een spreekbeurt. Kan ik je wel vertellen. Oké. Dus we gaan terug naar coronaperiode. Begin corona. En 2020. En dat was eigenlijk het moment. We wisten al dat... We hebben 3 kinderen. Dani, Jess, Rafael. Ik zal niet de leeftijden doen, want dat heb ik een keer gedaan. Toen ging het mis. Moet ik nog steeds horen. Dus dat ging niet aan. Dus de oudste, Dani, die werd ziek. En dat trok ik heel erg slecht. Dus waar hij mee te maken kreeg, was eigenlijk dat hij... Ten eerste, hij had een DNA-ziekte. Dus ze wisten niet zo goed wat hij had. En ik kon daar heel slecht mee omgaan. Met die onzekerheid van, wat heeft hij dan? En ten eerste kon hij niet lopen. Het was een billenschuiver. En uiteindelijk kon hij ook niet echt lopen. Had hij daar hulpstukken voor nodig. En hij kreeg diabetes type 1. Hij kreeg nog andere auto-immuunziekten. Hij had allergieën. En noem het allemaal op. Dat was een hele verzameling. En ik kon daar eigenlijk echt... Ik kon daar niet goed mee omgaan. En ik kon daar God slecht in plaatsen. En uiteindelijk, toen het echt slecht ging... met mij en met de relatie met Deborah. Bij ons ging het ook helemaal niet goed. We waren een soort van broer en zus van elkaar geworden. Toch? Vond jij het wel lekker gaan? Ik denk, ik hoor het graag hoor. Als het heel anders is, dan is het ook goed om te horen. Maar dat... Dus wat er eigenlijk gebeurde was, dat ik... We hadden die situatie, relatie slecht. Mijn bedrijven liepen voor geen ene meter. Of mijn eigen bedrijf. Ik had een bedrijf in e-learning, dat liep niet goed. En uiteindelijk was het zo dat... Ik was nog een bedrijf ernaast het opzetten, ik was druk. Maar niks ging echt lekker. Niks ging echt goed. En dan was nog de zorg met die kleine. En uiteindelijk was ik me constant druk aan het maken over hem. Wat heeft hij dan? Waar zit hij mee? Wat is dan de ziekte die hij heeft? En nou, dan ga je op Google. Nou, dan maak je je eigen behoorlijk gek hoor. Als je op Google gaat uitvinden wat voor ziekte er is. Dan zeg jij van oké, deze symptoom klopt, die symptoom klopt, die symptoom klopt. Hij heeft dit plaatje. Nou, en elke keer gebeurde het niet. Had hij het plaatje niet. Waar je eigenlijk een soort van dankbaar voor moet zijn. Alleen wat er steeds gebeurde in mijn hoofd. Dat ik dacht van, ja, maar ik maak mezelf hier wel druk over. Ik maak mezelf helemaal gek. En toen maakte ik op de dure statement. Toen zei ik tegen God, ik ga hier nooit meer om huilen. Ik zal nooit meer om mijn kinderen huilen. Ik zei tegen God, ik zal nooit meer om kinderen huilen. En ik zette een muur tussen mij en mijn kinderen. En ik zette een muur tussen mij en mijn vrouw. En dat gebeurde. Ik zette mijn eigen als het ware op slot. Ik zei van, dit zal mij niet meer raken. En wat ik deed eigenlijk, en in één keer draaide ik totaal ook om. Dus wat er ook gebeurde in mijn leven is dat ik ging weer terug naar mijn oude cyclus als het ware. Ik begon weer drugs te gebruiken. Ik begon cocaïne te gebruiken. Ik begon weer te drinken. En wat ik ging doen is ook ging gewoon overdag drinken. Dus ik begon eigenlijk op het moment dat ik met mijn gezin was, kon ik mijn verantwoordelijkheid niet goed aan. Ik vond het zo lastig om een vader te zijn. Ik vond het zo lastig om verantwoordelijk te zijn voor mijn kinderen, terwijl ik niet eens voor mezelf kon zorgen. Hoe kan ik dan voor hun zorgen? Dus wat ik deed eigenlijk was overdag, als het mooi weer was, zaten we met z'n allen buiten. En ik liep constant naar binnen, ik schonk sterke dranken en ik was gewoon... Ik wilde mezelf gewoon van de kaart hebben. Ik wilde mezelf gewoon afwezig hebben. Ik wilde niet aanwezig zijn. Want ik kon niet goed dealen met mijn eigen aanwezigheid. Dus ik probeerde te vluchten. En mijn vlucht was de fles. En mijn vlucht was drugsgebruik. En ik begon te drinken op werk. Ik begon drugs te gebruiken op werk en het werd steeds erger. En ik kwam super vaak om ik dronken thuis en mijn kinderen zagen me dronken. Ik kon niet normaal communiceren, ik kon niet normaal praten. Ik kon niet eens op de bank gaan zitten, ik ging er heel vaak naast zitten. Nou, dat ziet er ook niet mooi uit. Dat is ook niet goed. Nou, uiteindelijk is er een mooi moment waar we naartoe aan het werken zijn. En kort voor mijn ommekeer, ging ik naar Scheveningen met vrienden van mij. En we gingen daar naartoe. Gewoon om een leuke dag naar het strand te hebben. Maar ik kon niet meer leuk iets doen. Ik moest de hele tijd maximaal. Dus we hadden gewoon biertjes meegenomen. En ik begin gewoon als een gek begin ik die tas leeg te drinken. En toen het allemaal op was, toen ben ik bier gaan halen in de Albert Heijn. En terwijl ik onderweg terug ben met de drank naar die jongens toe, had ik de helft al opgedronken in mijn eentje. En vervolgens werd ik wakker bij zinnen, halverwege midden in de nacht, 5 kilometer van het strand, op een of ander tankstation, met 1 slipper, een korte broek en een blote barst. Dat is niet wat je wil, lieve mensen. Dat is niet het goede leven, hoor. Dat is niet van eerlijkheid naar eerlijkheid, dat kan ik je wel vertellen. En mijn vader, die had me opgehaald, die dacht er ook het zijne van, maar goed, er was geen woord meer met me. Ik ben laatst die appjes nog terug aan het kijken, want de kerel had voor me gebeld. Die zei van, ja, ik moest je nog wel helpen met praten. Oh, top, maat. Klinkt goed. Klinkt als een mooi gesprek. Dus, nou goed, wat er gebeurde. Er was een moment dat er een openluchtdienst was in Bodegraven. En op die openluchtdienst zou Johan Toet komen spreken. En de hele week
waren de mensen, waren mij aan het berichten, waren aan mij vragen, wil je helpen? Wil je helpen met die openluchtdienst? Wil je vrijwilliger daar zijn? En ik dacht van, je weet echt half niet hoe het met me gaat. Je weet echt half niet wat er in mijn leven omgaat. Ik heb daar helemaal geen trek in. En de hele tijd vroegen ze dat aan me. Arnoud, ga helpen. We hebben mensen nodig, we hebben mensen tekort. Kom jij helpen? Ik dacht, nou, ik kom helemaal niet helpen. De hele week, echt waar, de hele week komt er iemand elke dag bij mij binnen om te vragen of ik daar vrijwilliger wil zijn. Of ik daar wil helpen. Nou, die vrijdag, zaterdag was het evenement. Vrijdag kwam hij weer binnenlopen. En ik dacht van, ik word gek van die gasten. Prima, ik ga het doen, zeg ik. Ja, komt goed, ik ga helpen. Die avond ga ik naar een vriend toe, drink ik superveel. Ben ik helemaal van de kaart. Dronken. Twee vrienden, die de volgende dag ook op het event zouden zijn bij Johan Toet, komen binnenlopen. En ik zie ze en ik denk, ai, dit had ik niet gehoopt. Want ik hield het eigenlijk wel een beetje goed onder. Weet je wel, niet iedereen had het in de gaten. En hun kwamen binnenlopen en ik dacht, ah, minder. Maar goed, ik was dronken, dus het interesseerde me ook weer niet heel veel. Zo is het ook weer. De volgende ochtend word ik wakker. De kinderen zijn beneden. Deborah is al beneden. En dit is het moment. Ik heb een enorme kater. En ik heb mijn hoofd op mijn kussen liggen. En ik trek mijn hoofd iets omhoog. En de deur van mijn slaapkamer staat op een kiertje. En er komt fel licht door de deur. En het felle licht komt op mij af. En het felle licht dat komt door de deur. En het overweldigt mij. Het walst gewoon over me heen. Ik zeg altijd dat de Heilige Geest arresteert op dat moment. En ik hoor een stem die klinkt. En die zegt, Arnoud, jongen. Ik heb je voor grote dingen geroepen. Ik heb je voor veel grotere dingen geroepen. En het licht, en ik moet zo vaak denken aan die tekst, gewoon van plotseling kwam er een geluid als van een geweldige windvlaag. Plotseling omscheen mij een helder licht. En dat licht dat komt de kamer in en het overweldigt mij. Het pakt mij vast. En het is liefde, man. Liefde die over me uit wordt gestort. De liefde van God die me volledig overrompelt. Die me volledig overweldigt. En het pakt me vast. En het zegt, ik heb je voor grote dingen geroepen. Ik heb je voor veel grotere dingen geroepen. En ik weet dat het vanavond voor jullie ook geldt. Dat je een situatie hebt waarvan je denkt van, man, ik zit hierin. Maar dat God tegen je zegt, man, ik heb je voor grote dingen geroepen. Vrouw, ik heb je voor veel grotere dingen geroepen. En dat de kracht van God vanavond hier is om die situatie bij jou ook door te breken. Want dit was het moment dat mijn muur naar beneden werd gehaald. Het werd volkomen van me afgetrokken. Alle schande, alle schaamte, alles waarmee ik rondliep. Al die lasten waarmee ik rondliep. Het viel van me af in één ogenblik, in één moment. Het brak door. En Jezus Christus overweldigde me gewoon. En daarom zei ik aan het begin, when he walks into the room, everything changes. Everything changes. Maar wat er is gebeurd op de achtergrond, mensen zijn voor je aan het bidden. Mijn vrouw was voor mij aan het bidden. Vriendinnen waren voor me aan het bidden. Mijn schoonouders waren voor me aan het bidden. Mensen zijn voor mij aan het bidden geweest. Dit is niet gewoon even van, hé, wat leuk, je bent uitverkoren voor een mooi moment. Dit is niet zo. Dit is niet zomaar even dat dit gebeurt. Dit is gebeurd omdat er andere mensen voor mij in de bres hebben gestaan. En ik was een backslider, maar hij heeft me teruggehaald. Ik was aan het wegrennen, ik was aan het vluchten voor hem. Maar zijn liefde heeft me ingehaald. Zijn liefde jaagt je altijd na. Al maak je je bed op in de hel, hij zal je komen bezoeken. Zijn liefde is naar jou op zoek vanavond. En je kan wegrennen. En je kan van die storm weg aan het vliegen zijn. Maar ik zou je zeggen, draai je om richting de storm. Sla je vleugels uit en laat de wind van de Heilige Geest erin blazen. Zodat een nieuw leven komt in jouw situatie vanavond. Halleluja. Halleluja. Nou, ik ging naar beneden. En ik ging mijn excuses maken aan mijn vrouw. Nou, die had ze al 100 keer gehoord. Dus die dacht, leuk voor jou. Maar ik wist, er is iets veranderd in mijn leven. Ik wist het. Ik begon gelijk met de kinderen te spelen. Ik was happy, ik was blij. Het ging goed. En ik dacht, we moeten naar die openluchtdienst. Want ja, ik ben vrijwilliger. Halleluja. Dus ik naar de openluchtdienst. Dat was mijn droombaan. Toch, Jo? Wij deden de parking. Was goed, jongen. Je had 40 parkeerplekken. Je kon ook een soort van niet mis. Maar goed, wij stonden daar van, ja, daarin, ja, daarin, ja, daar, ja. Heel mooi. En dus wij waren daar. En wat het mooie daarvan was dat ik, we stonden God te aanbidden. En toen zag ik voor me iemand staan. En dat was Rick. En ik kon Rick wel, we hebben vroeger gevoetbald. Rick mocht al de bal bij mij inleveren, dan kon ik de acties maken. Nee, ja. En ik stond achter Rick. En ik krijg gewoon vanuit de Heilige Geest van, ga hem vragen om een bak koffie te doen.
Dus ik tik hem aan. Ik zeg van, joh, volgens mij moeten wij een keer een bakkie doen. En Rick zegt van, dat lijkt mij een goed idee. En vanaf dat moment is eigenlijk wat mij betreft ook gewoon House of Miracles geboren. Dus hier zie je eigenlijk dat, en nu draaien we House of Miracles, hebben we meer dan 60 huisgemeenten door het land, hebben we mensen getraind, hebben we mensen bevrijd, hebben we mensen genezen. Dus hier zie je ook waarom de urgentie van de Geest van God op sommige dingen ligt. Omdat hij een momentum heeft wat hij wil uitspelen. En ik zie zo dat we dan een radertje zijn in het grote werk van God. En ik voel me daar vereerd in. Dat we dat mogen zijn. En als ik zie wat het dan heeft uitgewerkt, denk van man, glorie aan God. Amen. Alright, dat was mijn getuigenis. Wil ik Deborah vragen om naar voren te gaan. Wauw. Zet hem op, wijfie. Ging het zo, je ging snel. Oh. Dat hadden we dus eerder nooit gedaan, inderdaad. Ik had hem nu ook niet per se verwacht. Zou die weg kunnen denken, maar ik weet het niet. Snotdoek, sorry. Oh, wat ben ik aan het doen? Oké. We moeten nog. Oh, Heer. Ik ben zo trots op mijn man. Ik dacht dat hij hier nog wel heel even zou staan. En hij luistert al lang niet meer. Maar ik ben echt trots op je. Want ik weet in de voorbereiding, ik zei, oh, dit is niks voor mij. Ik ben een man van het woord. Ik wil gewoon prediken. Je hebt een leraar hart, schat. Je wil gewoon de waarheid verkondigen, het woord verkondigen. En je zei, man, dan moet ik gewoon getuigen. Ik wil gewoon dat ding, weet je wel, wat God heeft gegeven, wil ik prediken. Maar God had ons gevraagd om ons getuigenis te geven van ons huwelijk. Over herstel. En God gaat zoveel meer nog doen. Ik voel gewoon dat hij wil bewegen. Ik voel zo zijn aanwezigheid. En ik voel ook de druk voor sommige mensen hier. En dat begint op te lopen. Ik weet het. Ik weet hoe dat voelt. Wij weten hoe dat voelt. En velen met jullie. Ik kreeg zoveel berichten van mensen. Ik ben zo blij dat jullie dit doen. Wij zijn er ook doorheen gekomen. Maar ik kreeg nog veel meer berichten met, wij weten het niet meer. Ik weet niet of er voor ons nog hoop is. Laat me je één ding vertellen. Er is hoop. Amen. Hoop is hier. Amen. Hoop is hier. Ik hoopte altijd dat dit stuk helemaal aan mij voorbij mocht gaan. En dat we gewoon mochten rennen en bouwen. Maar this is it. Als God je dingen vraagt. Ik vroeg aan de Heer, wat mag ik nog delen? Wat wilt u dan dat ik deel? En hij zei, leer de mensen wat jij moest doen toen het moeilijk was. Want Deborah, ik maakte dat ik jou trainde voor een situatie als deze waar je nu in staat. Zodat je alles kan overwinnen met mij. Je hebt het beste deel gekozen, sprak hij toen. Blijf dat altijd doen. En ik geloof dat de woorden die hij tot mij sprak en die ik moest gaan doen, echt sleutels zijn voor jullie. En voor anderen om je heen wellicht. En ik wil je meenemen in de gebieden waar ik doorheen moest. Want in die tijd, toen het zo slecht ging, en Dani werd in 2017 geboren, in 2018 bleek hij ontzettend, nou ja, ze spraken uit, hij zal een spierziekte hebben, jullie zullen moeten verhuizen, hij zal nooit kunnen lopen. Alles wat hij benoemde, en het werd elk jaar erger. Elke paar maanden kwam er een ziekte bij, een allergie bij, hij had ineens een bril nodig, alles zou verslechteren. En in die tijd, als Arnoud, als hij weg kon, ging hij weg. En als hij thuis was, was hij er niet. Hij was fysiek en emotioneel altijd afwezig. En vanaf die periode begon ik me zo alleen te voelen. Alsof ik het nooit toe deed. Alsof ik alleen maar hard kon werken. Alleen naar ziekenhuizen. Die eerste jaren alles alleen dragen. En we groeiden steeds verder uit elkaar, zoals hij ook vertelde. Wij leefden niet eens als broer en zus. Maar ik denk echt als vervelende huisgenoten. Zo noem ik het altijd. We waren weinig intiem. Het is bijzonder dat daar nog een kind uit voort is gekomen. Het is echt waar. We waren gewoon zo ver van elkaar af gegroeid. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik weet het niet meer. We gingen ook niet naar een kerk. We zochten God niet meer op. We zaten in een overleefstand. We gingen 2,5 jaar in eigenlijk. Niet wetende dat dat ging gebeuren. Met slechte nachten. Wij sliepen 's nachts maar 3 à 4 uur. We gingen om en om de nachten draaien. En dat brak zo erg op. Als iemand in de zaal weet wat gebroken nachten zijn, dan weet je hoe dat voelt. Al heb je er één gehad. Maar we hadden 2,5 jaar lang slecht slapende kinderen. 13 keer per nacht kwam Dani gemiddeld. Huilend, krijzend, niet meer tot bedaren.
doorgelekt van top tot teen door de diabetes en weer naar het ziekenhuis. En gewoon dat riedeltje wat maar doorging. Nooit stopte, nooit stopte. Het was totaal eenzaamheid, totaal geen hoop. En op een gegeven moment ging ik met vriendinnen mee van de middelbare school naar een voor- of najaarsfeest. En daar kwam ik een oude bekende tegen. En we raakten aan de praat en dat was een jonge man. En we hadden elkaar 12 jaar niet gezien. En we dachten, wow, hey, wat leuk jou hier te ontmoeten. We maakten een praatje. En we hadden zoveel dingen gemeen. Dat was echt bijna bijzonder. We dachten, wauw. Al heel snel kwamen we erachter dat we allebei in een slecht huwelijk zaten. Wie weet dat kapot elkaar aantrekt. En dat is echt een setup. Plan vanuit Satan zelf die dit opzet. En ik wil jullie zo zeggen, ook jonge lui, maar ook volwassenen. Als je kapot bent, werk eerst aan jezelf, want je trekt of een redder aan. En de verhouding zal ongezond zijn. Zo ongezond. Of je trekt iemand anders kapot aan. Maar dat gaat botsen en wrijven. Werk eerst aan jezelf. Zorg dat je hersteld bent, voordat je een relatie gezond aangaat. Doe dat in vriendschappen, in een relatie. Zorg ervoor dat je ga dealen met de dingen waarmee je zit. Want dit wil je niet. Dit wil je niet. En zo kwam zo'n jongen op mijn pad en we raakten aan de praat. We deelden onze nummers, wisselden we uit en we hielden wat appcontact. En op een gegeven moment gingen we, ik denk dat we 2-3 keer hebben geluncht samen. En daar was dat contact. En oh man, wat voelde dat gewoon even fijn. Om gezien te worden, gehoord te worden. Iemand die zei, gewoon er zijn. Gewoon gaan praten met iemand. Er waren thuis 0 gesprekken. We hadden alleen overdrachten. Letterlijk. We zeiden hier, dit en dit en dit. Dit is de waarde van Dani. You. En door. Dit is er bij de artsen uitgekomen. En eigen weg weer in. 0 gesprekken. En ik ging die weg in. Maar wie weet dat de Heilige Geest je dingen in herinnering kan brengen. En op een gegeven moment, want ik was al bekeerd en gedoopt en ik had de stem van God al zo duidelijk in mijn leven verstaan. Hij ging me 's nachts wakker maken, wat ik van de week postte om 3:33 's nachts. Ook ik had bijzondere dingen met God meegemaakt, maar in ons leven zochten we hem niet meer op. En in die weg daarin begon ik te beseffen en begon de Heilige Geest te spreken. Weet je de profetieën nog over je leven? Weet je nog waarom ik jou de naam Deborah heb gegeven? En ik dacht ineens, oh ja. Ja, oké. Ik weet niet wanneer u dat dan ooit gaat doen. En dan zal ik wel eerst moeten scheiden. En heer, maar oké. Maar op een gegeven moment, hij bleef dit zeggen. Hij bleef dit in herinnering brengen. En ik begon tegen die gast te zeggen, joh, al zou ik ooit scheiden, dan wordt het tussen ons ook nooit wat. Want ik heb een roeping van God, denk ik, op mijn leven. Ik weet helemaal niet hoe dat eruit ziet. En hoe dat ding gaat bewegen in mijn leven. Maar ik zal nooit met een ongelovige man gaan. Het gaat nu al slecht met een gelovige. Dus ik zal dat nooit doen. En de Heer begon mij dingen en opdrachten te geven. Want vanaf die tijd, toen de Heilige Geest dat in herinnering bracht, ging ik terug mijn stille tijd. Dus echt mijn binnenkamer in. En de Heilige Geest sprak tot mijn hart. Verbreek dit contact nu, direct. En ik deed het direct. Ik verbrak direct dit contact. En hij zei, ik wil dat je niet meer aanneemt de adviezen van vriendinnen van die tijd die zeggen, ga toch scheiden. Je verdient ook beter, Deborah. Dit is toch te heftig. Zo word je ongelukkig. Dit is toch, wil je je kinderen toch ook niet aandoen. Dag in, dag uit. Deborah, je moet hier uitstappen. Dat waren de adviezen die ik kreeg. Wie zijn jouw raadgevers? Wie zijn jouw raadgevers? Spreken ze het woord van God en zijn wijsheid over je leven vrij? Of spreken ze de kapotte waarheid van deze wereld vrij over je leven? Wie zijn jouw raadgevers? En ik moest die niet meer aannemen, hoe goed ze het ook bedoelden. En in die tijd gaf hij mij een gebedsmaatje, Christa. En we hebben denk ik zo'n 2 jaar lang zijn we toen gaan bidden. Week in, week uit. Week in, week uit. En oh, wat heb ik veel gehuild. Wat heb ik veel gepraat. Wat heb ze veel moeten doen en dragen. Mijn verhaal elke keer weer opnieuw moeten aanhoren. Moeten horen. Ik wil scheiden, Christa. Ik ben er klaar mee. Ik wil niet meer. Hij kan niet eens normaal doen thuis. Hij valt van de bank. Hij kan niet eens normaal de trap oplopen. Elke keer weer moet ik het allemaal alleen dragen als hij weer een kater heeft het hele weekend. De dagen zijn voor mij. Maar zij zei, nee. De Heer heeft een plan voor je leven. Een plan voor jullie huwelijk. En zij bleef waarheid in mijn leven spreken. Dankjewel, Christa.
Altijd was deze persoon hier. Dank je wel. En na een jaar met haar gebeden te hebben, kon ik het niet meer voor me laten. Ik begon het mensen uit Bodegraven tegen mijn vriendengroep te vertellen. Ik kon het niet meer verborgen houden. Ik begon eindelijk mijn ouders mee te nemen, die voor me in de bres gingen staan. Die gingen rondjes 's avonds om ons huis, dat hoorde ik van de week pas, om ons huis lopen. En dan braken ze elke verslaving en baden ze voor ons huwelijk. En dit hebben zij gedaan. Mensen, gebed is zo krachtig. Het is zo krachtig. En nu snap ik ga straks nog een profetisch woord geven aan het eind van de avond. Waarom de Heer zegt, ik ga gebedsdagen terugroepen. Ik ga gebedsdagen en bidden en vasten terugroepen over het land. En het gaat gebeuren. Want dit zijn de mensen die ons uit hebben gered. Die opa, die vrienden, die voor ons in de bres zijn gaan staan. Die voor ons zijn gaan bidden en voor ons gaan zeggen staan. Onze duwtje en een schop onder onze kont gaven op de juiste tijd. Ons naar diensten stuurden. Zij waren het. Heb een gebedsmaatje in je leven. Zoek die. Vraag erom aan God, want Hij wil het geven. Hij wil het geven. En Hij gaf het ons. Hij zei tegen mij, maak je hart zacht. Zonder er iets voor terug te krijgen. En ik zei nee. Nee. Dat muurtje is super fijn. Dat is mijn enigste bescherming. Waardoor ik gewoon elke dag voor mijn kinderen kan opstaan. Als ik dat afbreek en lief moet gaan zijn. Ik kan dat niet. Maar hij zei het opnieuw en opnieuw. En dat is een keuze. Maak je hart zacht. Zonder er iets voor terug te krijgen. Ik weet hoe moeilijk dat is. Het is makkelijk als je vrienden hebt die leuk tegen je doen. Maar wat als ze slecht achter je rug om praten? Wat als je partner vreemd gaat? Wat als er dit of dat gebeurt wat je pijn doet? Om het dan te doen is een keus. Is een keus. Hij zei, ik wil dat je het huishouden weer oppakt en het gezellig maakt in huis. Ik wil dat je het huishouden weer zelf oppakt. Omdat we zo 3-4 keer per week naar instanties moesten, naar ziekenhuizen, kregen we huishoudhulp vanuit instanties om ons te helpen. En die vrouw zei ook altijd, moet je niet eens een foto of zo? Ze had zo'n lekker accent. Moet je niet een foto voor je gezin ophangen? En ik dacht, nee. Niks hing aan onze muur. We hadden geen planten, geen bloemen, geen foto's, niks. Het was kaal. Hoe ons huis eruit zag, was hoe wij ons van binnen voelden, echt. Maar de Heer begon dit te zeggen. Pak je huishouden weer zelf op en maak het gezellig. En ik ben dat langzaamaan gaan doen. Hij sprak, wees een voorbeeld door weer naar de kerk te gaan en te willen. En ik ging toen met Christa, op een gegeven moment gingen we, volgens mij Redemption, in Rotterdam zijn we nog een paar keer geweest. En toen naar Gouda, en zo zijn we naar kerken gegaan en ben ik dat langzaam weer gaan oppakken. En hij zei, begin voor jezelf op te komen. Begin gezond voor jezelf op te komen. Want ik had eigenlijk, en op mijn eerste vrouwendag deelde ik dat ook, ik heb een stuk seksueel misbruik meegemaakt in mijn jongere jaren, waarvan mijn ouders niets wisten. Wat ik pas op mijn 21ste ging delen en aan het licht ging brengen. Maar ik liep altijd verborgen met een masker, met pijnen, met voor een ander leven. Mijn lichaam altijd maar aan anderen geven, want ik wist niet gezond hoe je dat moest beschermen en doen. En ik was altijd aan het pleasen. Altijd alleen maar voor anderen aan het leven. En ik durfde zelf geen beslissingen te maken. En ook in ons huwelijk in het begin durfde ik dat niet. Ik durfde niks aan te schaffen zonder Arnouds goedkeuring. Maar God wilde dat ik dat weer ging doen. Hij wilde dat ik dat weer ging oppakken, voor mezelf opkomen, betere keuzes maken. Ook zeggen, joh Arnoud, dit moet anders, dit moet anders. En al ging hij het wel of niet doen, ik moest het gewoon leren spreken. Ook voor mezelf opkomen. En Arnoud was niet narcistisch, maar hij was wel veranderd in een egoïst. Hij was een egoïstisch leven gaan leiden, omdat hij blokkades had opgesteld. Ter bescherming van zichzelf. En ik begrijp zo goed als jij dat ook hebt gedaan. Maar ik wil je zeggen, bouw dat muurtje weer af. Zet je egoïsme aan de kant. En als je last hebt ook wel van narcisme of dingen of met mensen te maken hebt. Of je zit daarin vast in zo'n huwelijk. Word daarvan bevrijd. Want het kan een geest zijn die je lastig valt. Hij leerde mij de vruchten van de geest.
En in Galaten staat dat ook. Die vruchten van de geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, al die dingen meer. Geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Man, ik walgde soms van deze dingen. Echt, ik vond het verschrikkelijk om ze in te moeten zetten. Maar God ging me helpen. God ging me helpen. Op een avond sprak de Heer, Deborah, ik wil dat je recht tegenover mij kan gaan staan. Daarom vraag ik je deze dingen te doen. Ik maak je schoon van binnen. Want zo kan je steeds meer gaan lijken op Jezus. Smetteloos schoon. Blijf deze dingen doen. En toen kwam daar die beruchte avond en ochtend. Waarin gewoon Arnoud aan werd geraakt. En ik dacht van, weer een sorry, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Hij kwam thuis, weer grote pupillen, weet ik veel wat. En hij was, met kabaal kwam hij boven en ik ging naar beneden. Wetende dat ik van verdriet en van het huilen niet in slaap zou komen. En de volgende ochtend de kinderen weer moest gaan dragen. En alles weer moest gaan oppakken, van voor af aan. Weer opnieuw, weer opnieuw. Maar die ochtend veranderde alles voor ons. Het veranderde alles. Ik wist dat nog niet. En toen begon de volgende fase voor mij, waarin de Heer mij leerde om hem opnieuw weer te vertrouwen en toe te laten. En dat kostte ook tijd, dat kostte ook gebed. En daarin was ik blij dat ik mijn verhaal kwijt kon. Geef mensen, als je dingen aan het licht moet gaan brengen, of als je met dingen moet gaan komen, geef je partner of een vriendschap of je relatie daarin de tijd. Soms kost het tijd om vertrouwen weer terug te winnen. Maar toen sprak de Heer het laatste ding en hij zei, Deborah, hou niet langer nog dingen in het verborgene, want daardoor kan ik je niet volledig gebruiken straks. En ik wist precies waar hij het over had. Ik had iets aan het licht te brengen dat ik met een jongen contact had gehad. En misschien zeg jij, dan is er toch niet zo heel veel gebeurd aan wat je nu vertelt. Misschien niet, maar het was niet Gods weg. Het is niet Gods weg voor ons. In het woord van God staat, al kijken we met begeerte naar iemand, dan is het eigenlijk al als vreemd gaan. En ik moest dit aan het licht brengen, maar elke keer als ik het wilde, werd mijn keel dichtgeknepen. Het was zo moeilijk om het te doen. Maar de Heer sprak, ik vraag jou dat te doen en ik zorg voor de rest. Oh, ik heb een roeping op jullie leven. Ik ging dat ding aan het licht brengen. Ik schreef het op en die avond, Arnoud las het. We kwamen bij elkaar, we vergaven elkaar. Ook Arnoud bracht nog dingen aan het licht. En vanaf toen was er een schone lei om verder te gaan. Om gewoon verder te gaan. En dat was zo, zo, zo goed. Zo goed. Zo goed. En ik dacht, nu gaan we ervoor. En ik werd zwanger van ons derde kindje. Raphaël kwam eraan. En maar vanaf die kraamweek kwamen we erachter dat hij reflux had. En gingen we gebroken nachten in. Weer die gebroken nachten. 3 maanden lang weer niet slapen. En ik trok het niet meer. Ik verloor mezelf. En ik zeg nu dat ik weet wat erachter zat, zeg ik, dat was mijn redding. Want ik kreeg hele negatieve gedachten. Ik werd geteisterd met negatieve gedachten. En nu zal je denken, dat doet slaaptekort, doet dat sowieso? Absoluut, dat maakt je labiel en helemaal niet, weet je wel, helemaal niet steady. Maar bij mij kwam ik erachter dat ik nog bevrijding nodig had. Dit riedeltje speelde altijd in mijn hoofd af. Je bent geen goede moeder. Dag en nacht hoorde ik dit. Je kan dit niet, alles niet aan, dus je kan maar beter stoppen. En dan ging ik weer proberen om een goede moeder te zijn. En zodra ik dat deed, alleen maar voor mijn kinderen dus te zijn, dan zei die, je was toch geroepen voor groter? Dat is die stem in mijn hoofd. De profetieën zeggen toch over je leven dat je andere dingen moet gaan doen? Wat doe je dan hier nog thuis? En achter elkaar ging dit ding door. Het waren demonische gedachtes. Want Satan kan alleen maar stelen, roven en kapot laten gaan. Hij kan alleen maar die dingen. En ik kreeg gedachten zoals, je kinderen nemen je leven af. Kinderen maken je leven moeilijk. En op een gegeven moment werden de gedachten van, je bent niet goed genoeg, gingen naar, ik ben niet goed genoeg. En uit mijn mond kwamen ook, en mijn vrienden weten het, ah, gaan jullie aan het tweede beginnen? Niet doen hoor, niet doen. Lachte iemand heel hard. Iemand was al zwanger. Toen zei ik, aan het tweede moet je echt niet beginnen man. Echt niet. Demonische woorden, echt. Maar het was voor mij waarheid geworden. Ik sprak deze woorden. Ik begon deze dingen te geloven. Ze waren gezakt naar mijn hart. Tot op het moment dat ik eigenlijk niet meer wilde leven. En we draaiden al zondagse diensten op een gegeven moment. Ons huis stond open. Maar thuis liep ik totaal vast. Ik hielp me hoog, kwam met mijn huilende kinderen aangelopen. En dan ging ik maar weer naar huis, want ik trok eigenlijk heel die dienst niet. En dan ging ik weer terug.
En dan baalde ik en dan was ik weer boos op mezelf. En dan kreeg ik weer aanklachten en ik had zoveel woede. Ik was zo boos. En in mijn jaren, toen ik mijn misbruik aan moest gaan kaarten, begon ik mezelf te automutileren en snijden. Dit keer gebeurde dat niet, maar ik was zo boos dat ik mezelf al kon slaan. Ik was zo boos op mezelf. En ik wilde niet meer leven. En ik huilde, ja, onstoppelijk, is dat een woord? Nu wel. Ik huilde zonder te stoppen op een gegeven moment. En ik kon geen gezond contact meer maken met Arnoud. En op een avond keek hij me aan, want we waren in contact gekomen met een bevrijding. Arnoud keek me aan en hij zei, dit is niet mijn vrouw. Dit is een geestelijk probleem. En geestelijke problemen kunnen we oplossen. Schat, je hebt bevrijding nodig. En toen, echt niet. En woest was ik op hem. Ga weg, joh, rot op. En toen ging ik naar boven. Helemaal woedend. Wat denkt u wel niet? Lalala, ik ben gewoon moe. Kappen, joh. En ik was zo boos, opnieuw. Maar iets bracht mij weer naar beneden, vol in overgave uiteindelijk, zei ik Arnoud. Doe het maar, probeer maar. Als dit het is, ik wil er vanaf. Als dit ding het is, dan wil ik het niet langer meer. En die avond zette hij onder de kracht van de Heilige Geest, zette hij mij vrij. Arnoud zette mij vrij, hij bevrijdde mij daarvan, van een demon die echt op het eind nog, ik was te trillen en shakte op de grond, ik beefde echt op de grond. En er was er nog één stem die in mijn hoofd zei, je houdt niet van je kinderen. En in mijn woonkamer, daar schreeuwde ik hardop uit, ik hou wel van mijn kinderen. En toen kwam er met een hele harde gil, kwam er een geest uit. Geest of geest, ik weet het niet. Een hele harde gil. En ik kon weer diep ademhalen. Oh, ik kan wel huilen nu. God zette mij daar vrij. Hij zette mij daar vrij. Deze God is hier vandaag. En als je niet bekend bent met geest of demonen die in of rondom je kunnen leven, wees het dan nu. Laat je vrijzetten vanavond als je van dit soort dingen last hebt. Hij zette me daar vrij. En die dag daarna dacht ik, wow, is dit het leven van een vrij persoon? Ik heb nul vervelende gedachtes. Wauw, dan wil ik weer leven. Dan wil ik weer leven. Mijn slaapverlamming was weg, wat ik vanaf klein meisje, sleep paralysis, als je daar bekend mee bent. Het is demonisch. Laat je er vanavond van vrijzetten. Ik was verlamd in mijn slaap. Bijna elke nacht had ik er last van. Heftige dromen, seksuele dromen. Alles was mij aan het lastigvallen daarvoor. Van klein meisje tot aan daartoe. Totdat ik werd vrijgezet van die vieze, vuile demonen die dit doen in onze levens. Jezus legde zieken de handen op en hij zette mensen vrij van geesten. Vandaag is niet anders. En deze God is hier vanavond. Hij is hier. En hij doet dezelfde wonderdaden vandaag nog. Ik kwam vrij. Ik heb nooit meer een nachtmerrie, zo'n droom gehad of sleep paralysis, slaapverlamming. Dat je eigenlijk wakker bent, maar je niet kan bewegen. Ik heb er nooit meer last van gehad. Eczeem is weg. Alles is opgehouden. Amen. Koning Jezus doet deze dingen. Onze koning. Jezus. Jezus doet deze dingen. Mijn God leeft. Mijn God leeft. Dat is wat Arnoud altijd zegt, maar mijn God leeft. Hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. En vanavond, ik wil deze Bijbeltekst lezen, ondanks dat we getuigenissen doen. Ik weet niet hoe ik in mijn tijd zit, maar dit wil ik doen. In Romeinen 6, vers 11 staat, zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Onze Heere, laat de zonde dan niet langer in uw sterfelijke lichaam regeren om aan die begeerte daarvan te gehoorzamen. Het is een keus. Het is een keus. En stel uw leden, uw lichaam, niet ter beschikking aan de zonde als wapen van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden, uw lichaam, een wapen zijn van gerechtigheid voor zijn God, voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. Ik wil je zeggen, laat de zonde na vanavond niet meer heersen over jou. Zijn genade is zo groot. En misschien zeg je, Deborah, je kent mijn verhaal niet. Je weet niet waar ik in zit. Maar ik zeg je, mijn God weet dat wel.
Mijn God weet dat wel. Ik ken hier mensen en ik weet dat God soms vriendschappen weghaalt en vriendschappen terugbrengt. En daar ben ik hem dankbaar voor. Hij heeft het in mijn leven gedaan. Soms houdt hij dingen van je tegen, business deals, maar het is een bescherming van God. Ik ken hier mensen die uit misbruik komen, satanisch ritueel misbruik, maar die hersteld zijn geraakt, gezond zijn geworden, geen herinneringen meer, geen herbelevingen meer hebben. Ze gaan nu God dienen en God is zo'n goede God. Ik ken hier iemand die van stadium 4 kanker genezen is. En hij staat hier op het podium van Gods grootheid te zingen. En het is Steven. Ik weet niet waar je bent. Maar dank je wel, Steven, voor je voorbeeld. Dank je wel. Dank je wel. Onze God is een genezer. Ik ken hier iemand. Ik ken een persoon in deze zaal. En hij heeft, toen hij dacht dat hij zijn eigen kind bij het gemeentehuis ging aangeven, hoorde hij de stem van de Heilige Geest. En die zei, dit is niet een kind van jou, maar ik wil dat je het opvoedt alsof het van jezelf is. Diegene heeft zo'n 30 jaar dit gedaan, totdat het aan het licht kwam. En misschien is zijn huwelijk kapot gegaan. Maar God heeft deze persoon in ere hersteld. En het is mijn vader en hij zit hier voorin. Dankjewel, pap. Dankjewel. God is een goede God. Ik ken hier iemand in de zaal die als baby is weggelegd. Die nog net op tijd gevonden is. Ze had geen dag later gevonden moeten worden. Dan had ze niet geleefd. Ze werd in weeshuizen gestopt. Ging van pleeggezin naar pleeggezin. Toen ze dacht dat ze oud genoeg was om te trouwen met een man en gelukkig te worden, trouwde ze een alcoholist. Die week in week uit naar de hoeren ging. Hij stak messen in haar benen. Vermoorde puppies voor haar ogen. En op een avond legde hij een kussen op haar mond om haar te kunnen vermoorden. Maar toen kwam daar een kracht in die kamer. Die man vloog achterover. Die vrouw die vluchtte met twee vuilniszakken en haar zoon naar een blijf van mijn lijfhuis. Maar deze vrouw is in ere hersteld. Deze vrouw zit hier voor en het is mijn moeder. Dankjewel voor het voorbeeld wat je bent. Het maakt niet uit waar je zit. Zij hadden hier moeten staan met hun verhaal. Zij zijn zo'n voorbeeld. Jullie zijn goud waard. De mensen met getuigenissen, jullie zijn goud waard. Jullie getuigenissen zijn goud waard. En deze God is hier aanwezig. Deze God is hier aanwezig. En Arnoud, ik wil je naar voren vragen. En ik wil jullie gaan vragen te staan. Want het is tijd om af te rekenen met wat we moeten afrekenen. Het is tijd om achter te laten wat we moeten achterlaten. Het is tijd dat we gaan zonde gaan wegleggen van ons leven en een bewuste keuze gaan maken. Het is tijd om God te eren voor wie Hij is. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Vader. Halleluja. Oké, strek je op dit moment uit naar de Heilige Geest. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel, Heer. We komen voor u weer in overgave op dit moment. Dank u, Heilige Geest, dat u de rijen doorgaat. Dat u mensen aanraakt. Heer, dank u wel dat de woorden die gesproken zijn, rauw en puur. En ik hoop ook dat het je hart geraakt heeft. Dat het je zacht heeft gemaakt, zoals net is gezegd. En misschien ben je hier vanavond. En, halleluja. Misschien ben je hier vanavond en zeg je van, ja, mijn huwelijk. Of ik heb te maken met, het gaat niet goed. Ik heb te maken met kapotte relatie. Of ik heb te maken met ongezonde relaties. Te maken met huwelijk wat niet goed loopt. Wat niet lekker gaat. Sterker nog, het is misschien wel een hopeloze situatie. Maar ik wil je vragen vanavond om een commitment te maken. Om je uit te strekken naar God. Want ik geloof dat zoals wij een moment hebben gehad, dat God als het ware ons leven overrompelde. Zo geloof ik ook dat hij hier vanavond aanwezig is. Om in één ogenblik jouw situatie te kunnen transformeren. En natuurlijk is er daarna nog werk nodig. Maar wat ten eerste nodig is, is van jou een keuze om te beslissen dat je zegt van nee, ik kies voor het leven. Nee, ik kies voor hoop. Nee, ik kies voor een situatie waarin ik zeg van ik ga verbinden. Ik ga niet langer mensen van me afduwen. Ik ga niet langer mijn man van me afduwen. Ik ga niet langer mijn vrouw van me afduwen. Nee, ik kies ervoor om te verbinden. Ik kies ervoor om God toe te laten in mijn situatie. Zodat er hoop komt in mijn situatie. Zodat er leven komt in mijn situatie. En dit momentum is een keuze tussen jou en God. Het is niks anders. God is hier vanavond. En hij is dit moment is die aan het najagen. Hij is hier vanavond en hij wil jouw situatie transformeren. Dit is het verlangen van God voor jou.
Maar durf jij je om te draaien richting hem en te zeggen, God, hier is mijn situatie. God, hier is mijn huwelijk. God, hier is mijn kapotte relatie. Durf je het in zijn handen te leggen vanavond? Want ik beloof je dat als je het in zijn handen legt, dan komt het nooit bedrogen uit. Dan wordt het een moment dat er van transformatie, dan wordt het een moment van groei, dan wordt het een moment van doorbraak. Maar als jij hier vanavond zegt van, ik weet het niet. Ik kies ervoor om het te laten. Ik kies ervoor om me af te zetten van deze God. Dan weet ik niet waar het zal eindigen, maar ik beloof je dat als je het aan God geeft, dan leg je in goede handen. En hij zal de situatie omdraaien. Dus als hier vanavond mensen zijn, dan wil ik gewoon vragen. We zullen ook een nummer gaan zingen. Maar dan wil ik je gewoon vragen om te komen. Om naar voren te komen. Misschien wel met je man, misschien wel met je vrouw. Of misschien met diegene in gedachten. Met de relatie in gedachten. Om te komen hier vooraan. Om een moment van commitment te nemen. En wat je daar doet, ik zou gewoon zeggen, focus je gewoon op de Heer. En leg je situatie in zijn hand neer. Misschien val je op je knieën. Misschien hou je je man of vrouw stevig vast. Maar ik zou zeggen, maak het een moment tussen jou en je relatie, ook tussen jou en God. Zodat hij het gaat herstellen. Amen. Laten we onze handen allemaal uitstrekken naar omhoog. Dank u, Vader, op dit moment. Heer, ik bid gewoon voor durf, voor lef. Op dit moment, in de mensen hun hart, voor vrijmoedigheid. Zodat mensen keuzes zullen maken overeenkomstig hun situatie. Dat ze durven te komen. En dat ze een commitment zullen aangaan met u, Heer. En wij weten, Heer, als we het in uw handen plaatsen, dan kunt u er iets moois van maken. En u wil dat. En u bent bij machten om het te transformeren. Om het nieuw leven in te blazen. Halleluja. Dank u, Heilige Geest. Wat mij betreft mag je naar voren komen. Als je voelt die roep van God, die diepte van God, die stem van God. Ik weet dat er een roep uitgaat van God hier vanavond. Om te zeggen, herstel die situatie. Maak het nieuw. Kies voor het leven. Kies voor het huwelijk. Kies voor je vrouw. Kies niet voor die stemmen die zeggen van, het is beter daar. Het gras is groener daar. Het is een leugen. Het is niet waar. God wil transformeren. God wil heel maken. God wil genezen. En hij is hier vanavond voor jouw situatie. Ik weet dat er velen zijn. Ik weet dat er velen zijn die nu voelen. In hun hart. In hun denken. In hun ziel. En je weet dat je het bent. En ik zou zeggen, kies ervoor. Kies ervoor. Het is niet te laat. Het is niet hopeloos. Het is niet uitzichtloos. Laat God het doen. Halleluja. Strek je gewoon uit naar hem. Ik wil zeggen, geen put is te diep. En geen probleem is te groot. Kom uit die rotskloof tevoorschijn. Kom met je herstel. Als je herstel nodig hebt, kom naar voren. In welk gebied dan ook. Ik weet dat er meer mensen zijn. Kom naar voren en geef je leven terug aan hem. Geef het terug aan hem. Kies samen of kies alleen voor deze bewuste keuze. God is een goede God. Hij is een God van nieuw leven. Hij is een God die hier vanavond genade rijkelijk uitdeelt. Overvloed van genade. Overvloed van nieuw leven. Overvloed van zijn trouw. Het is hier allemaal aanwezig. Kom naar voren. Als je ergens herstel op nodig hebt, maak vanavond nog een beslissing. Maak een beslissing, want de Heer zegt, keer terug. Keer terug. Ik ervaar het diep in mijn hart op dit moment. De Heer zegt tegen enkele van jullie, keer terug. Keer terug. Keer terug en kom terug naar waar ik je wil hebben. Keer terug, net zoals ik dingen moest loslaten en verbreken. Wat zo fijn voelde aards. Maar een bewuste keuze maken om in het leven van de Heer terug te stappen. Keer terug, zegt de Heer. Keer terug. Keer terug. Keer terug. Keer terug. Oh, shit. Mag ik daar iets toevoegen? Ja. Misschien voor de mensen die hier vooraan staan. Er wordt gebeden ook. Maar misschien zit jij nog in de zaal. En denk je dat is... Ik hoor wat je zegt, Arnoud. Kies. Maak een keuze. Maar wat als alles in mij voelt, alsof alles dood is? Waar moet ik dan nog een keuze mee maken als alles kapot is? Laat me je dit zeggen. Ik hoop dat mijn microfoon hard genoeg staat. Want ik hoor het hier anders dan misschien jij in de zaal. Als jij hier bent, de Bijbel zegt dat je een boom bent geplant aan waterstroom. Maar misschien heb je dingen meegemaakt waardoor je voelt alsof je een omgehakte boom bent. Die helemaal geen vrucht meer geeft. Misschien hebben situaties je kapot gemaakt. Hebben mensen je misschien kapot gemaakt. Laat me je dan dit voorlezen uit Gods woord.
Ik herhaal Gods woord. Voor een boom is er altijd hoop. Als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit. En er blijven nieuwe loten komen. En al wordt zijn wortel in de aarde oud, al gaat zijn stronk dood in de grond. Let op wat ik nu ga zeggen. Zodra hij het water ruikt, schiet het weer uit en vormt de twijgen als een jonge scheut. Amen. Jij bent hier misschien en je hebt nog niet de stap durven zetten om naar voren te komen. Maar je hebt het water van Jezus geroken. Amen. Het enige wat nodig is, het ruiken van het levende water van Jezus. Dat is genoeg. Dat is genoeg. En misschien ben je met iemand hier gekomen en durf je alleen maar diegene nu aan te raken en te zeggen, help me even mee naar voren. Yes. Want dit is voor mij. Yes. Ik ruik het water, maar ik kan nu even niet, want het voelt zoals dood. Laat me dan dit zeggen, er is hoop voor jou. Amen. Er is hoop voor jou. En het enige wat je hoeft te doen, Arnoud zei het al, we mogen gaan zweven als een adelaar. Weet je, een kraai, symbool van alles wat donker en doods kan zijn, is de enige vijand van een adelaar. Wist je dat? Weet je wat hij doet? Die gaat op die adelaar zitten, die pikt op die adelaar. Dat is de enige vogel die een adelaar durft aan te vallen. Satan probeert je aan te vallen, loopt hij op je te pikken. Weet je wat die adelaar doet? Het enige wat die adelaar doet is, die gaat hoger vliegen. Die gaat hoger vliegen, zodat eindelijk de... Let op! Dit is je doorbraak. Zodat uiteindelijk de kraai geen zuurstof meer krijgt en sterft. Kom hoger op, mensen! Kom hoger op! We gaan een lied zingen. Mag dat nu? We gaan een lied zingen. En dat zal misschien voor de laatste van jullie het setje zijn wat je nodig hebt. En daarmee zeg ik niet, je moet naar voren, want alleen dan is het succesvol. Nee, jij wil een doorbraak in je leven. Ja? En ondertussen wordt hier gebeden, denk ik. Daglicht niet kan verdragen, ik breng het in het licht bij u.
Zoveel woorden, je vindt het in.